Hoi allemaal, ik heb voor jullie een shoplogje. Ik ben naar de Primark, de IKEA en naar de HEMA geweest. En ik heb een paar dingetjes bijeengesprokkeld en ik ga ze aan jullie laten zien. Het eerste is deze jeansvest. Het is een doodnormale jeansvest met knoppen. En hij heeft een paar zakken, maar de zijzakjes van onder gaan spijtig genoeg niet open. Het zijn zo van die valse zakken. Ik heb hem in een, dat is misschien eens een tip, in een maatje groter gekocht. Waarom? Omdat je daar dan ook een pull onder of een trui onder kan aandoen, zeker als het zo kouder wordt. En in de tussen zomer herfst is een jeansvestje eigenlijk toch wel leuk om aan te doen. Dan heb ik deze ballerina's. Het zijn eigenlijk zwarte, maar zo met een beetje een iets hogere tip. Ah ja, een langere tip. Ik vind die de poging in de tip ook best wel netjes, ogen en mooie. Ik heb twee broeken gekocht. Een bordeaux jeansbroek, eigenlijk bijna donker bordeaux, donker paars. Hij heeft in de zijkant zo van die rimpeltjes als fijne afwerking. Hij heeft vanachter ook nog eens zakken. En het is een skinny jeansbroek. En dan mijn tweede broek dat ik heb gekocht is deze. Het is een donker... Oh, waar is de... Een donkergrijze, of ja, een grijze broek. Het is een beetje zo'n kostuumbroek, maar hij is wat skinny met de benen. Dus het is geen loshangende broek. En je kan hem gewoon dragen voor iets deftigers. In plaats van dat je lijn, je stikking op de zijkant van je been loopt, loopt hij dan van voor. En hij sluit af met een rietsluiting. Niet met een knop dus. Wat eigenlijk ook wel zogezegd het deftiger maakt aan je broek. Hup, is er dan nog iets in de zak? En ja, mijn schoenen. Ik heb ook deze gekocht en met deze ben ik echt super blij mee. Het zijn leren botjes en ze hebben zo van die Indiaan cowboy-achtige, ja, zo van die veertjes. Ik vind ze super leuk. Ze hebben een ritsluiting en stiekem zijn het binnenin zo van die wedge botjes. Dus er zit een lichte verhoging van het hakje dat je eigenlijk totaal niet ziet, want bij sommige schoentjes zie je dat. Maar bij deze totaal niet. Ik ben al met de regen naar buiten geweest. En mijn voeten werden niet nat. Dus dat is een super pluspunt. En echt, ik vind ze super leuk. En vooral omdat dat zo... Als je stapt, maakt dat zo'n weerborstel. Deze dus. Bij de HEMA heb ik eigenlijk niet zoveel gekocht. Ik heb een gewoon... plastieke mapjes gekocht, gewoon omdat met school dat super handig is. Ik heb daar keiveel van doen. Steek de taak erin, zo van die dingen. En ik heb zo'n 100 pak gekocht. Nog deze soort van cursusblok. Behalve dat hij eigenlijk in een boekvorm is met een spiraal rond. Maar je kan ze er wel afscheuren. En het handige is dat ze zo van die aftrekbare tussenschotten hebben. Die je eigenlijk tussenin je papieren kan steken. En dan kan je per vak eigenlijk zo'n tussenschot hebben. Ik heb gemerkt dat dat vorig jaar super handig was. Want meestal had ik zo een cursusblok. Ik schreef daar gewoon mijn notities op en ik schreef dat eraf. En uiteindelijk had ik overal papieren. Terwijl dat ze hier eigenlijk al per vak zitten. Dus ik ga me zeker nog eentje kopen. Maar dan wel in een ander motiefje. Anders vergis ik me altijd van... van cursusblok. En het leuke aan deze van de HEMA is dat hij ook nog zo van die leuke quotes erop heeft staan. Het is lijntjespapier, maar volgens mij hebben ze er ook met ruitjes en met vierkantjes enzovoort. Dus je kan best wel kiezen. En ze bestaan in super veel kleuren. Nu zijn ze met het nieuwe start van het schooljaar best wel een beetje uitverkocht. Daarom heb ik er wat erover bleef deze uitgekozen, maar er zal wel voor elk wat wil zijn. Dan bij de IKEA heb ik eigenlijk ook voor het school iets gekocht. Deze stiftjes.
Het zijn gewoon steepjes, maar in superleuke kleuren bij ook, in fluo kleuren. Dus als je in je samenvattingen je titels wilt schrijven in je fluo kleur, dan kan je dat met deze steepjes doen. En ik vond de zilveren en de gouden dat erbij zit, vond ik eigenlijk super leuk, want dat is ook leuk om op verjaardagskaartjes en zo te schrijven. En dan zit er, hij zit hier onder de stapel kleren, heb ik deze ook nog. Ik heb vaak nog wel een alcoholstift nodig. En deze lijken er wel op, maar er zijn er ook in die niet enkel een dikke punt hebben, maar eigenlijk verschillende soorten schrijfstijlen hebben. Dus met dunne streepjes, een super dikke lijn. En er zit zelfs zo'n stift in dat twee strepen tegelijkertijd trekt. Dus voor onderlijn is dat ook eigenlijk super leuk. Gewoon van die fancy alcoholachtige schrijfstiften. Dus. En vorig jaar had ik deze zo gekocht. Deze. Zijn, die kun je nu nog altijd kopen. Het is iets van de Mala collectie. Het zijn eigenlijk kinderstempelstiftjes. Met een kikker, een bloemetje, een hartje, een pootje, een zonnetje en een spookje. Maar ik gebruik ze ook voor school bijvoorbeeld. Is er een deel bij bijvoorbeeld de leraar die is les aan het geven. En die zegt van ja, deze moet je echt goed kennen voor het examen. Dan doe ik er zo'n stempeltje op. Vorig jaar heb ik vooral gewerkt met het spookje. Maar ja, je kunt er eenders wat voor doen. Het kikkertje, omdat het groen was, gebruikte ik voor de vakantie. En zo'n dingetjes. Vond ik super fijn en het vrolijkt je spullen voor het school op zonder het eigenlijk echt kinderachtig te maken, hoewel het wel kinderstempels zijn. Maar dan, behalve de stiftjes en zo, heb ik ook natuurlijk kaarsen gekocht, want ik heb altijd kaarsen, je ziet achter mij, ik heb altijd kaarsen. En daar heb ik deze gekocht. Het is eigenlijk een bloemige, dus met roosjesgeur. En hij is vrij subtiel, maar ik vond eigenlijk het leuke was dat hij grijs was. Maar het grijze van mijn kamerkleur. En er stond een super fijn motief op. Ja, zoiets barokachtig. En ik vond het eigenlijk best nog wel mooi. En dan in pot, want ze hadden eigenlijk niet meer veel kaarsen in pot. En ik wil eigenlijk iets proberen te doen met de potten hiervan. Dus heb ik terug deze ijs-vanillegeur gekocht, want die was vorige keer op en hij ruikt echt super lekker naar vanille. De ijs ervan ruikt een beetje op de achtergrond, maar hij ruikt echt super lekker. En hij brandt redelijk wel goed mee. En dan als laatste, deze was nieuw, heb ik deze brownie geur en echt hij ruikt echt kei lekker. Ik hoop dat als ik hem ga branden, ik echt niet plots keiharde de goesting krijg in brownie, chocola en zo. Dat ik genoeg heb met de kaars. Niet dat ik erin ga bijten, maar hij ruikt echt super goed. En spijtig dat hem niet in pot was. Ik vond hem enkel in dit formaat, dus echt wel de grote. Hoeveel zou deze eigenlijk? Deze zou 55 uur branden. Dat weet ik niet. Maar het ruikt echt super goed. En deze waren al mijn inkopen die ik nu gedaan heb bij de IKEA, de HEMA en de Primark. Ben je benieuwd wat er in een volgend filmpje uitkomt? Abonneer dan op mijn kanaal, dan kan je het sowieso volgen. Ga eens langs op mijn blog en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!